vandaag in een super chic hotel. Namelijk voor Morten, voor opnames. Daar hebben ze dan gehuurd voor ons. En het is een kei mooi uitzicht. We zijn nu in Holland. In Den Haag. En dit is echt super chic. Dit is zo'n spet. Oh, die lamp staat aan. Wat komen we hier nu precies doen? We komen hier logeren voor één nachtje. En ik heb met mijn mama en Miley, want papa moest werken en Louis moet naar school natuurlijk. Voor de opnames van Morten, dat is een nieuwe serie. Dat is Julia. En hij heeft ook een YouTube-kanaal. Ja. En wij zijn samen met de kinderen van Morten. Ja. En ik ga jou een paar vragen stellen. Yes, ik ben jouw grote zus, hè? Yes. Ja. In de film. Ik ben de serie. Danseressen en we dansen zelf ook wel een beetje mee. 12 punten voor Sarah en Julia. Oké. Spannend. Vertel. Wat vind jij eigenlijk het leukste? Zingen, dansen of acteren? Die vraag vind ik zo moeilijk. Die krijg ik elke keer. Ik denk, als ik dan moet kiezen, valt dansen sowieso af. Dus dan ga ik zingen of acteren. Wat zou jij doen? Ik weet het niet, het verschilt er per dag voor mij, zeg maar. De ene dag vind ik het weer leuker om te zingen dan. Nu komen aanrijstappen uit. Gitaar. Ja, als je stem niet meerekent als instrument, dan sowieso gitaar. Je zegt het op een manier van atoe. Veel leuker met de zus, sowieso. Echt. Hey. Gewoon dat je alles samen kan delen, zo super fijn. Dat ken jij natuurlijk ook wel met je kleine zusje. We hebben deze. Ja. Wat is jouw lievelingsliedje dat je hebt gemaakt? Oh ja. Moeilijk. Omdat het ook wel weer veranderd is. Dus op dat moment vind je dan dat het leukste nummer. Maar nu, als ik eenmaal terugkijk op wat we allemaal hebben gemaakt, wat al best wel weer een tijd geleden is, dan denk ik Something Wonderful. Hoe heet jullie kanaal? Wij heten Sarah en Julia. Sarah en Julia moet je opzoeken op YouTube. Goed hoor, dit zo interviewen. Dankjewel dat ik een paar vragen mag stellen. Jij bedankt. Leuk. Dit is de regisseur van de film. Ja, dit is een serie eigenlijk. Ja, ja. Acht delen. En dat is Tja. Ja. En ik ga die ook interviewen. Vind je het leuk om regisseur te zijn? Ja, dat is heel leuk, want dan kan ik allemaal leuke mensen ontmoeten. Zoals jij en je zusje. En wat vind je eigenlijk het leukste? Allee, doe je zelf ook zo mee in filmen? Nee, ik ga nooit zelf in beeld. Heel soms een keertje. Maar meestal vind ik het leuk om verhaaltjes te vertellen en verhalen te verzinnen. En dan samen met een heleboel leuke mensen daar een serie of een film van te maken. En als je zo eens mee doet, vind je dat het leukste? Zingen, dansen of acteren? Ik denk dat acteren het leukste is. Ja, hoewel, ik denk acteren het allerleukste is. Zingen lijkt me ook wel leuk, maar als ik ga zingen, dan loopt iedereen weg. Zing eens een stukje van een liedje. Hoe ging het ook alweer van Niels de Stadsbader? Speelt het. Nee, ik ga niet zingen. Ik zing heel vals. Speeltijd. Wat is jouw leukste film?
Oh, er zijn zoveel leuke films. Ik vind The Lion King, die tekenfilm, vind ik heel mooi. Dat vind ik weer een mooie film. Ja, dat vond ik wel heel leuk. Ik vind al die films, een Toy Story en Coco, vind ik ook heel mooi. Ja. Dat is ook heel mooi. Dat vind ik allemaal mooi. Heb je de Titanic? Ja, my heart, always go on. Ja, King of the World. Dankjewel. Ik ben blij om geïnterviewd te worden, dankjewel. Hé, hey, ben jij er ook nog? Ja. Wij zijn de zusjes, Emily en Mairi. En wij speelden in de serie Morten. Ik speelde Leonie en zij speelde Mairi. En wij waren de kindjes, de zusjes dus, van de hoofdpersonen. Dag! Mwah. Dag!